Het is een uitdaging om jongeren voor te bereiden op een arbeidsmarkt die behoorlijk in beweging is. Als school kun je hierop inspelen door een praktijkgerichte leeromgeving te bieden, samen met partijen buiten school. In projecten met levensechte vraagstukken ontwikkelen jongeren zo hun ondernemende vaardigheden en krijgt de lesstof meer betekenis. Dit noemen we samenwerken in de drie O's: onderwijs, ondernemers en overheid. Een voorbeeld van zo'n samenwerking is het talentenprogramma van de gemeente Rheden, Veluwezoom Got Talent. Tijdens mijn studie ben ik erachter gekomen om een app te ontwikkelen om voedselverspilling tegen te gaan. Mijn studieloopbaanbegeleider die wist daarvan en die heeft mij in contact gebracht met het programma Veluwezoom Got Talent. Het talentenprogramma Veluwezoom Got Talent is ervoor om gedreven studenten verder te brengen en de kans te bieden om zijn of haar onderneming te verwezenlijken. Nou, dankzij het programma ben ik de app gaan starten en is het in zoverre dat ik in gesprek ben met een bedrijf die mijn app wil gaan gebruiken. Nou, het meest waardevolle van het programma vond ik toch wel het netwerken. De ondernemers die er kwamen, die hebben mij geleerd hoe ik moet pitchen en ook hoe ik mijn netwerk moet onderhouden. Een simpel voorbeeld is om een LinkedIn-account aan te maken om jouw netwerk te verbreden. Mijn leerlingen doen ook mee aan het project van Veluwezoom. En daarnaast probeer ik eigenlijk elke keer de leerlingen op pad te sturen met een vraag voor een ondernemer of voor een overheidsinstantie. Hoe zij inspelen op iets als bijvoorbeeld de coronatijd. Je maakt een koppeling tussen de theorie en de praktijk. En dat sluit toch beter aan bij de leefwereld van de leerling. Het wordt wat concreter en dat motiveert ze, waardoor het beter blijft hangen. Ik denk in principe dat elke school dat mooi zou kunnen doen. Het vergt wel wat creativiteit en het vergt een netwerk. En als je daar dan eenmaal mee begint, is het vaak zo dat bedrijven heel welwillend zijn om hier over na te denken en om te participeren in dat project. Ik ben betrokken bij het onderwijs met het talentenprogramma hier in de omgeving, gemeente Rheden. En we vinden het dan heel leuk om ze nu dan een masterclass te geven over bijvoorbeeld marketing en daar iets meer over te vertellen. Een rondleiding in het bedrijf voor een gemotiveerde groep studenten uit deze gemeente. Ik zou heel graag zoveel mogelijk jonge lui willen betrekken vanuit het middelbaar onderwijs. Zodat ze ook daadwerkelijk iets praktisch kunnen leren naast hun theoretische opleiding. En ik wil er echt aan bijdragen dat dat meer gaat gebeuren. Ik zou nog veel meer willen dat scholen actiever naar ons toe komen. En dat wil ik ook doen naar die scholen toe. Omdat de theorie is één ding, alleen de praktijk dat is hier. En als je die twee samen brengt in deze prachtige proeftuin, dan is er nog heel veel mogelijk in deze gemeente. De rol van de gemeente is vooral de rol als facilitator. Wij nodigen via bijvoorbeeld ontbijtsessies de directeuren uit van de scholen en de ondernemingen. Daar bespreken we allerlei projecten, heel pragmatisch. Bijvoorbeeld leegstand in een winkelcentrum of het invullen van het groen in een nieuw park wat we aan willen leggen. En we hebben een project voor talenten dat heet Veluwezoom Got Talent. Nou ja, we hebben in de gemeente Rheden bijvoorbeeld heel veel scholen in het groen. En dan gaan we de leerlingen vragen als we ergens een nieuw park aan willen leggen. Kom eens met ideeën. Ga eens met de buurt praten wat die ervan vinden. Maak eens mooie schetsen van zo'n nieuw park. Dat is de rol van de scholen. Ja, wij vinden deze samenwerking belangrijk vanuit de economische gedachte dat we in de regio en lokaal die werkgelegenheid kunnen bevorderen. En met name dat praktijkgericht onderwijs daarin is een heel belangrijk element. Ik zou de scholen willen adviseren, ga naar je gemeente toe en vraag of ze deze samenwerking met je aan willen gaan. Het samenwerken met de drie O's levert alle deelnemers aan dit project dus iets op. Ben je nieuwsgierig geworden? En wil je weten hoe je zo'n samenwerking op kunt zetten? Neem dan een kijkje in de online handleiding Good Practices. Hierin staan 20 voorbeelden van projecten uit de praktijk, concrete tips en contactpersonen.